De multi-touch table, even in het kort hoe die werkt en hoe we hem gemaakt hebben. De tafel zelf hebben we gemaakt van vuren latten en van OSB-platen. Met eromheen aluminium stripjes, meer voor het uiterlijk. En als je er tegenaan stoot, dat hij wat sterker is. We hebben hem gemaakt van losse onderdelen, dus de zijkanten en de bovenkant, die kunnen allemaal los. Zodat we hem ook nog enigszins gemakkelijk kunnen verplaatsen. Nou, als we naar binnen kijken, zien we dat daar de beamer geplaatst is op een statief. Misschien een kleine tip, het is een tweedehands beamertje geweest waar de die standaard bij zat die aan het plafond hing. Dus die hebben we mooi kunnen gebruiken om hem op deze manier te stellen. Nou, die beamer die projecteert via de spiegel op uiteindelijk het doek aan de onderkant, zodat we daar ons beeld mee verkrijgen. Nou, bij de beamer zat nog een geluidssetje, dus hebben we dus ook aan de binnenkant hebben we nog de boxjes weghangen. Dus hebben we ook een geluidssysteempje waarmee we eventueel nog een geluid mee af kunnen spelen. Nou, die beamer schijnt dus op het doek, zoals we boven zien. Het doek is eigenlijk niks anders dan een oud laken wat we over een framepje hebben gespannen. En daar overheen zit een kunststof plaatje van 6 mm. En dus dat stelt eigenlijk in dat opzicht ook vrij weinig voor. Goed, dan komen we bij de werking van de tafel. Dat is eigenlijk wat interessanter. We hebben eigenlijk twee onderdelen. We hebben de laptop met de benodigde software. En we hebben de Kinect voor Windows. Even stilstaan bij de Kinect. De Kinect is eigenlijk degene die zorgt dat we een touch oppervlak creëren. Het is een soort uitgebreide webcam die diepte ziet. Dus deze camera die ziet of mijn hand dus ergens in het midden hangt of al bijna er tegenaan zit. Enzovoort enzovoort. Doordat hij ziet of je bijna bij het oppervlakte bent waar je op projecteert, kan je dus een touch-omgeving creëren. Nou ja, dat kan je niet alleen maar met die sensor, daar heb je ook de nodige software voor nodig. Die software die staat dus op de laptop. We gebruiken daarvoor Ubi Interactive. En Ubi Interactive is een programma, je kan het vet zeker eens opzoeken, je kan het een maand gratis proberen. Dat is natuurlijk altijd al mooi. En daarna zul je dus een abonnementje moeten nemen. Nou, het is eigenlijk geen abonnement, maar je koopt het softwarepakket gewoon. Dus het is maar eenmalig aanschaffen. Je hebt een heel beperkt pakket. Dat kost uit mijn hoofd gezegd $200. Daarmee kan je met de pen aan de slag. Volgens mij met een vinger. Het iets uitgebreidere pakket wat wij hier hebben. Kost $600. En daarmee kun je dus wel zowel met je vingers als met de pen en met twee handen, dus met multitouch aan de gang. Zodat je dus daadwerkelijk ook kan zoomen en dat soort acties kan ondernemen. Laten we even die Kinect, dit is de Kinect voor Windows V1. Die kost onder mij de €200. We hebben ondertussen ook een V2 sensor, die kwam daarnaast, iets nieuwer, iets nauwkeuriger. Die kost ook €200. Dat heb ik gelezen op de site van Ubi. Dat je ook met de Kinect voor de Xbox uit de voeten kan. En met de Xbox 360 ietsje minder. Daar heb je nog niet zoveel, kan je niet zo heel veel mee. Maar de Kinect voor de Xbox One werkt daarentegen wel weer heel nauwkeurig. En die kost in dat opzicht ook volgens mij maar €150. Dus je kan voor €150 Kinectje aanschaffen. De software een maand proberen. En dan kun je eigenlijk heel goed uit de voeten. Dus nogmaals. Dit in eerste instantie kan je met de pen aan de gang en dan kunnen we dus op die manier het beeld verplaatsen, maar je kan dus ook via het menu'tje met je handen aan de gang, wat eigenlijk hetzelfde effect geeft. Nou, als laatste wil ik zeggen, waar je wel goed op moet letten is waar je scherm zet. Je ziet ook hier die borden achter het scherm staan. Dus als het daglicht over de tafel heen valt, dan heeft hij de moeite mee om het scherm goed te zien, waardoor hij niet goed kalibreert. Dus het moet eigenlijk niet te veel licht op staan. Nou ja, dat geldt hetzelfde als je niet met zo'n tafel projecteert, maar als je het op een wand zou willen doen. Dus als je het op een vlakke wand wil projecteren. De enige eis die Ubi eigenlijk heeft, is dat je op een vlakke wand projecteert. Voor de rest is eigenlijk alles mogelijk. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. En dat er meer mensen aan de gang gaan met multitouch oppervlakte.